Het leuk om hier te zijn. Um, ja, wat een waanzinnig uh, voorbeeld. Wat een mooie innovatie. Wie in de zaal zijn ambtenaren? Ja, toch wel veel. Toch <tossilie> nog veel. Ja, Ik was er ook een en ik dacht ook van. Oei, als, als dat bij mij op een bordje komt, ik, 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 snap, ik snap ze ergens ook wel: van, dit, dit, is, dit is even puzzelen. Dit is moeilijk. Dit, uh, um, uh, ik uh, uh, zat uh, bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En ik zat daar in de unit-innovatie. Dus daar, daar, daar kwamen. Nou, misschien nog niet eens zulke mooie. Maar we kwamen, we kwamen hele mooie innovaties langs. Uh, uh, blijkbaar, als je een unit-innovatie opricht bij het Rijk. Uh, ga je toch snel denken aan uh, technologische innovaties. Dat is een soort van wetmatigheid. Terwijl dit uh, eigenlijk nou, het is veel breder en uh, misschien ook daardoor veel dieper. Maar wij gingen nadenken over een Hyperloop, dus zo'n hele grote buis. Je uh, trekt je vacuum, leg je magneten in als een maglev. En dan ga je van uh, Amsterdam Centraal tot uh, Potsdamer Platz in minder dan een uur. Of uh, uh, avatars. Dus dan heb je een joy, uh, uh, twee joysticks en een VR-bril. En dan kan je een robot op 100 kilometer afstand uh, besturen. Uh, heel erg handig voor IMW als je onder een brug in het water gevaarlijk uh, reparatiewerk moet doen. Of uh, Mobility as a Service. Dat je al die apps. Uh, met al die vervoersaanbieders op, op één app hebt dat je je beste reis kan zoeken. En als ik hierover aan het vertellen was, uh, uh, met zoveel begeistering ook, uh, dan uh, vertrok de, de wenkbrauw van mijn collega's van uh, uh, beleidsdirecties echt tot onder hun haargrens. Die dacht: Is waar is die gast mee bezig? Daar, daar heb ik uh, vier jaar op uh, gestudeerd, wat dat betekende, die wegtrekkende uh, wenkbrauw. Uh, dus als ik dat uh, uh, dan uh, theoretisch uh, verklaar, dan dachten die: uh, uh, dat is uh, leuk dat je met allemaal partijen bezig bent, want die zitten vast aan die innovaties. En laten we wel wezen, dat zijn niet alleen maar schattige start-ups. Dat zijn ook gewoon multinationals die denken: hier zitten uh, zit de centen in. En uh, ja, het mobiliteitsdomein was een van de laatste domeinen wat digitaliseert, dus er is ook geld te verdienen. Ja. Dus jij kiest, zeggen ze dan tegen mij, uh, die optrekkende wenkbrauw. Um, voor die partijen, ja, je kiest eigenlijk voor winnaars en verliezers. Van het niet alleen van dit systeem, maar het toekomstige systeem. Dus wat je eigenlijk doet, is willekeur creëren. En wat een goede ambtenaar niet doet, is willekeur creëren. Dus die optrekkende wenkbrauw, dat was echt een behoorlijk sluitende uh, argumentatie. Dat dus delegitimeerde mijn werk totaal. Dan werd ik retorisch wel goed om daar iets op te zeggen, van ja, je ja, moet misschien toch iets doen met certificeren, standardiseren... Financieren misschien een innovatie-ecosysteem. Er bleef als een speld in mijn hoofd zitten dat mijn directe collega's van andere directies het werk wat ik doe met innovatie. hoort er niet bij. Dus je staat echt met je handjes op de rug in de hoek. Ik weet niet of andere ambtenaren dat herkennen. maar um, ja, Voor mij is dat uh, dus dat er geen goed verhaal is. over hoe ambtenaren aan transities kunnen werken. Dat mist ergens een goed verhaal. De bestuurskunde heeft ergens zitten slapen. Uh, daarom heb ik de, de transformatieve overheid uh, bedacht, uh, geconstrueerd. En dat is dus met kleine letters een overheid die goed is in de taken uitvoeren die bij transities horen. Met grote letters is dat een nieuw bestuurskundig paradigma. Zodat ambtenaren uh, tegen elkaar kunnen zeggen, ja ik werk aan systeemverandering en dat wordt er ook bij. Aan het eind van je promotie moet je altijd met heel veel bescheidenheid laten zien, dit breng ik in. Dus ik dacht, ik uh, start een nieuw paradigma. Uh, we kunnen door. Ja, dus uh, uh, ik wist dat hier heel veel ontwerpers en makers zitten, dus ik dacht vanuit de transitiewetenschap neem ik het mooiste plaatje mee. Een um, uh, multilevel perspectief. Als je wil, zijn dat drie niveaus. Ja, je hebt de niches, dat zijn beschermde ruimtes, daar kan heel veel. Daar kan geëxperimenteerd worden, proeftuinen, pilots. Um, en uh, uh, ja, niet elke innovatie is een goed idee. Ja, dus er moet ook heel veel variatie zijn waardoor er selectie kan plaatsvinden. En als er dan een keertje iets goeds komt, en dat schiet er dan zo uit. Maar ja, dan krijgt het te maken met het regime. En het regime is het volgende niveau: dat bestaat uit de, de markt, uit de voorkeuren van gebruikers, uit beleid, eh, ambtenaren, eh, cultuur, wetenschap, technologie, innovatie, eh, technologie en industrie. En dat bij elkaar, dat noemen we het regime. En dat, ja, dat is een beetje conservatief, dat heeft een soort van teflonlaag om zich heen. En alles wat nieuw is, kaatst dat zo van zich af. Dat is ook een goede reden toe, want dat is totaal geoptimaliseerd. Daarom zeggen we, ja, optimalisatie van het oude, ja, dat maakt transitie alleen maar moeilijker. Um, maar als je, voor, als je je voorstelt hoe lang die waardeketens zijn, alleen al bij een, een, een kratje sinaasappels, voordat dat een pak sinaasappelsap is en voordat dat in de winkel komt. Het is een enorme lange waardeketen en dat is er nog maar één, maar je moet ook nadenken over de logistiek, je moet denken over het verpakkingsmateriaal, over het, überhaupt het maakproces, hoe die, uh, die vruchten groeien. Dan zie je dat zo'n regime, daar zitten heel veel partijen in en dat houdt zichzelf ja, elkaar vast, want iedereen heeft daarin geïnvesteerd en heeft daar belangen bij. Er zitten vested interests in en, um, ja, en daarom wil dat wel optimaliseren, maar echt radicaal iets anders uh, dus dan, dan zit je met je goede innovatie. Totdat er vanuit dat hoogste niveau, dat landschapniveau, een schok komt. Een exogene kracht, enge ziekte, grote oorlog. Dan schudt dat regime heen en weer, dan weet het het ook niet meer. En dan zoekt het echt om zich heen van wat voor innovaties zijn er die mij ook kunnen helpen. Die mij eigenlijk bijna in leven kunnen houden. En dan zie je dat er een soort van window of opportunity komt waar zo'n goede innovatie dan onderdeel van kan worden. Daarna sluit het zich weer. Dus als je al nu al naar metaalgebruik uh, 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 goed daar oplet, dan kan je misschien hier wel wat rollen voor een overheid uitdestilleren. Ja? Goed niche management, wat, uh, wat, wat moeten we doen met innovatie? Ja, misschien als dit zo uh, rigide is, als dat zo uh, uh, stabiel is, ja, misschien moeten we dat dan een beetje als een goede judoka eerst even dit doen voordat je dan dat kan doen. Dus dat je het een beetje destabiliseert. En misschien moet je dan ook weten welke kant je op. Wil. Uh, en met welke partijen je dat moet doen. Er zijn bepaalde partijen die heel erg veel belang hebben bij het houden zoals het is. Dus hier haal ik transitietaken als je wil uit. Dus richting geven is belangrijk. Maar ook een, een goede governance. En dan bedoel ik niet het bedrijfskundig jargon wat in een publieke organisatie terecht is gekomen, maar de politicologische vraag: met wie doe je het wel en met wie doe je het niet? Dan uh, uh, de, 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 de niche-innovaties. Ja. Um, dat je volwaardig volwassen alternatieven hebt voor het huidige onduurzame. Daarvoor moet je wel weten wat er onduurzaam is. Dat is de vierde taak. En als we dat doen met dezelfde structuren en dezelfde capaciteiten bij een overheid, dan reproduceren we het, het oude systeem. Dus je hebt ook nieuwe capaciteiten en nieuwe structuren nodig. Ja. Dat haal je allemaal zo uit het plaatje. <tacht> als ik dit vertel uh, bij een groep van ambtenaren, en misschien de ambtenaren hier in de zaal krijgen al een beetje buikpijn. Oeh, ik weet het niet hoor of ik dit ga doen. Of ik dit kan doen. De, 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 de wil is er misschien wel, maar ja, als ambtenaar ben je niet democratisch gekozen. Je trekt wel macht weg bij de samenleving. Je moet rekenschap daarover afleggen. Nou, dan gaan we naar de volgende. Uh, ja, de bestuurskunde bestudeert niet alleen ons vak, maar schrijft ook voor wat goede argumenten zijn die je, die je kan geven om te zeggen: mag ik handelen? Dat is een hele belangrijke vraag die een ambtenaar zichzelf continu mocht stellen: mag ik handelen? Is daar legitimiteit voor? Kennen jullie de koppen? Thatcher, goed zo. Als dat Thatcher is, dan is dat. Blair, oké, okay. en dan gaan we Continentaal-Europa 40 jaar eerder. Weber, heel goed. Nou, nog nooit zo snel gegaan. <laughs> dus Weber heeft, heeft voor het eerst opgeschreven wat een ideaaltypische bureaucratie is. Ja, dus je hebt een politieke realm en een ambtelijke realm. En die moet een beetje van elkaars vlondertje uh, afblijven. Ja? Maar een bureaucratie ontleent zijn bestaansrecht aan het voorkomen van willekeur, aan voorspelbaar zijn aan uh, 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 um, transparant zijn. Maar ambtenaren moeten dus dan wel gehoorzaam zijn aan die politiek. Dus mogen niet in de positie komen om richting te geven aan zo'n transitie. Ja. Maar moeten volgen, uh, hun politieke leiding volgen. Dus die hele belangrijke vraag die een ambtenaar zichzelf continu moet stellen, mag ik handelen? Ja, je mag handelen als je de processen en procedure helder, rationeel, traceerbaar en heel precies opvolgt. Dan trek je een beetje democratische legitimiteit door de organisatie in. Ja. Processen, procedures. Daar is heel veel reactie op gekomen vanuit het idee, vanuit een soort van neoliberaal uh, nieuw public management idee, dat overheden bureaucratieën uitdijen als daar geen, uh, geen controle op is vanuit competitie. En dat ze dan ineffectief en inefficiënt worden. Dus een ambtenaar moet dan nadenken uit principes van: niet reguleren de markt. De markt kan dat beter zelf doen, niet interveneren. Uh, Competitie, kostenbewustzijn. Dus, dan die hele belangrijke vraag nog een keer: volgens die ideeën, stroom binnen de bestuurskunde, mag ik handelen? Ja, je mag handelen als je de biggest bang voor je bak creëert. Ja, als je effectief en efficiënt bent. We hebben al twee legitimaties: processen, procedures, effectief en efficiënt. Daar is ook weer reactie op gekomen vanuit uh, uh, ja, het besef dat er geen één centrum van macht meer is. We zijn heel veel centra van macht. En in die netwerken moeten we het samen doen. Dan hebben we samen verantwoordelijkheid? Ook voor transities. Ja. Dus ambtenaren zijn dan bezig met opkomende coalities, emergentie, die bij elkaar brengen. En misschien mensen die niet van nature een stem hebben, en een stem geven. Dan die hele belangrijke vraag: mag ik handelen? Ja, je mag handelen als je voor breed draagvlak zorgt en voor inclusiviteit. Dat zit. Ja? Dus ambt... ja, je hoeft ook niet zo heel creatief te zijn. Dit zijn de argumentaties die je als ambtenaar ergens moet he hebben. Die hoef je ook niet zo heel erg nauwkeurig uh, uh, te formuleren, want dat is een soort van morus. Nou, de, de kortste, kleinste morus bij, in bij INW was het zo. Ja, het is wel geld van de burger. Hè? Als je dat als programmamanager uh, tegen je kreeg aan de andere kant van de tafel, dan stond je ook weer met je handjes op de rug. was je gewoon klaar. Ja? Maar dat. Duidt er dus wel op, ja, het is niet effectief en efficiënt wat je doet. Ja? Dus als we hier na gaan denken over innovatie, en ik denk dat we zelfs moeten na gaan denken over ex-innovatie, over afbouw, maar laten we het makkelijk houden, innovatie. Ja? Gaan we even kijken, processen, procedures, die zijn er vaak nog niet. Op de korte termijn is het zeker niet effectief of efficiënt. En misschien wil je wel bepaalde partijen op de tweede ring zetten, omdat ze belang hebben bij het bestaande. Dan ben je bent door je argumenten heen als ambtenaar. Het is niet gek dat werken aan innovatie heel erg moeilijk is. Hoe graag je het ook wilt. Ja? Er zijn echt wel argumenten te vinden, maar dit zijn een soort van ja, hele dominante ja, discoursen, rationales, argumentaties die je tegen je krijgt als ambtenaar van je collega's. Ja, en als dit een punt is en geen komma, dan uh, kom ik tot de conclusie dat een goede ambtenaar transities tegenhoudt. Ja, dat. Kan ergens ook niet. Volgens mij is dat ook niet zo. Maar daarvoor hebben we dan misschien wel een nieuwe rationale nodig. Eentje waar je tussen je collega's kan zeggen: ja, maar een ambtenaar werkt ook aan systeemverandering. En dat hoort er ook bij. Ja. En dat is alleen nog maar innovatie. Dat is die opgaande lijn. Dat is leuk, dat is sexy. Daar kan je bewindspersoon nog uh, een lintje voor door laten knippen. We moeten het hebben over exnovatie, afbouw. Ja. Het is nog echt heel veel moeilijker. Dus hoe graag het ook wil, hoe. Hoe zoekend ze ook zijn om dat voor elkaar te krijgen, via, via deze dominante denkstijlen is het heel erg moeilijk om dat uh, te doen. Um, het, het, het lukt ergens soms ook wel. En dat, is, uh, dat is, uh, vind ik heel inspirerend. Ik heb een voorbeeld meegenomen um, van de gemeente Haarlem. Ik weet niet of jullie dat in het nieuws hebben gehoord, maar uh, uh, op uh, publiek areaal. Hebben zij uh, uh, heel veel reclameborden. En dat, uh, dat verkopen ze. Maar ze hebben nu in de contracten aangegeven dat ze uh, uh, bepaalde reclames niet meer willen. Ja? Omdat dat niet concurrent is met de stip op de horizon die ze naleven. Ja? Dus als we meer vliegen en heel veel vlees gebruiken. Ja, dat uh, uh, draagt niet bij aan die duurzame samenleving. Dit was uh, best wel spannend. Uh, en dit heeft het, het wereldnieuws ook gehaald. Het is zelfs op de Daily Show geweest. Uh, en dan hadden ze midden in het kaartje van Nederland een grote stip gedaan, dat was Haarlem. En uh, uh, ja, uh, hebben jullie het er al gehoord? Uh, ging de comedian in Nederland? Uh, uh, ja, nee, vlees mag niet meer. Maar wiet hier, alsjeblieft. Ja, ze, ze het is totaal uit proportie getrokken. Uh, maar ze waren er natuurlijk bang voor en er waren heel veel gemeentes bang voor om, om zo'n zo, zo reactie te krijgen. En de eerste eigenlijk publieke reactie die je krijgt is: uh, ja, het is wel vrijheid van meningsuiting. Oei, dat is, een, dat, 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 dat is best wel een heftig argument om tegen je te krijgen. Uh, maar de, toen hebben ze dus door het te herframen en weer nou, dus bij een jurist, uh, wat we bij INW noemden: goede juristen neerlegden. Um, die heeft op een gegeven moment gezegd: ja, vrijheid van meningsuiting leuk, maar dat geldt niet voor uh, commerciële uitingen. Het leek zo'n stijl afbouwpad, het leek echt niet te lukken. En één moment en we waren er. En uh, uh, nu zijn heel veel gemeenten dat, dat, dat aan het volgen. En de gemeente Den Haag heeft het nu ook in de, in de lokale. Er werd een regelgeving, uh, dus die hebben het nog fundamenteler aangepakt. De gemeente Haarlem heeft de nieuwe contracten uh, uh, de, daar daarvoorwaarden um, uh, aan gesteld dat, dat ze dit niet mee mochten nemen. Maar de gemeente Haarlem heeft dus in, in lokale regelgeving gewoon gezegd dat dit doen we dus niet meer. Nou, ik vind dit een heel inspirerend voorbeeld dat je dus wel aan, uh, aan innovatie, uh, of also, aan ex-innovatie, je kan zelfs. Um, ik denk zelfs dat innovatie heeft restrictie nodig. Denk aan dat, dat rigide regime. Ja, je moet dat een beetje uit balans brengen om te zorgen dat die volwassen, volwaardige alternatieven ook kans gaan maken. En dat, uh, uh, dat was even mijn duiding van, uh, van vanavond. Dankjewel uh, Rick. Um, even, even nog een korte uh, vraag. Dat wist ik ook niet, maar dit streepje maakt of je in beeld staat. Ja. Of niet. Dus, uh, ja. Ook voor de volgende spreek. Um, um, jouw verhaal doet echt de rondte. En merk je ook al dat, dat mensen nu beginnen na te denken over dat nieuwe paradigma? Wordt er al aan gewerkt? Wat, wat, wat zie je gebeuren? Want de wereld staat niet stil. Ja, ik, ik hoor soms in vergaderingen dat de transformatieve overheid is genoemd als. Dat uh, vind ik hartstikke leuk. Ik zie wel een soort van noodzakelijkheid dat er een verhaal komt. dat ambtenaren aan transities kunnen werken. Dus of dat naar nou de transformatieve overheid is of niet. Ik zag dat. Uh, 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 Maarten Haaier, die is uh, een hele tijd geleden is directeur bij het Panbureau voor Leefomgeving geweest. En die heeft ook een soort van single-handedly de energieke samenleving erin gedropt. Uh, als, als, als nieuw ja, paradigma waar ambtenaren aan kunnen refereren. En daar worden nu alle ambtenaren uh, in getraind. Dus ja, uh, ik geloof ook wel dat daar, daar een soort van uh, mogelijkheid in zit.